het verschil tussen winnen en verliezen is maar zo klein. En ik zeg altijd 50 keer 2% is ook 100%. 2% detail, dat keer 50 kun je een winnaar worden. En dan is natuurlijk het drank, maar ook bij warmte gebruiken we ijsvesten. Wij monitoren onze spelers met GPS op de rug en met hartslagmeters. Dus als er een speler 3 keer het maximaal komt, ja, dan krijg ik een signaaltje vanaf de bank. Die speler moet je wisselen, want anders wordt de kans op blessures te groot. Na de Olympische Spelen hebben we besloten dat elk meisje met een langere stick zou spelen. Omdat we dan toch 3-4 centimeter winnen. En het speelt zich op details, dus 3-4 centimeter kunnen bepaald zijn bij het scoren en bij het verdedigen. Avant le match, on prend toujours un jus de betterave rouge. Ça aide à transporter les cellules d'oxygène dans notre sang. Et alors, moi je pense que l'hydratation est vraiment très très importante. On fait beaucoup de tests d'urine aussi, voir si l'urine est claire ou pas. Si on est bien hydraté avant le match, aussi pendant le match, parce qu'on perd beaucoup d'eau. Na de wedstrijd krijgen we direct een Recup Gold. Zo snel mogelijk moeten drinken. Dan gaan we ook stretchen en uitlopen om te recupereren. En doen we ook onze recupkousen aan. En dat is eigenlijk ja, de basis. En dan ook nog het ijsbad. Altijd, ja, vooral die 4 dingen zijn allemaal standaard na de match.